Slechts 9% van de mensen in Nigeria en Kenia hebben toegang tot een vorm van gezondheidszorg via een verzekeringsproduct. CarePay, in Kenia ook wel bekend als Mtiba, heeft een toegankelijk en betrouwbaar mobiel platform ontwikkeld waardoor dit percentage omhoog gebracht kan worden. Enrique Zschuschen vertelt ons hier meer over. Wat je typisch ziet in landen als Kenia en Nigeria is dat het afhandelproces van de ziektekosten erg inefficiënt verloopt. En veelal handmatig verloopt. Handmatige stappen hebben eigenlijk in zich dat er veel fouten en veel fraude in naar voren kan komen. Hierdoor zie je dat verzekeraars eigenlijk erg in de problemen komen. Met als resultaat dat de premies voor de ziektekostenverzekeringen erg hoog worden. De gewone mens kan dat eigenlijk gewoon niet meer betalen. En je ziet dat wanneer het gros van de mensen naar de ziekenhuizen komt, die komen nog meer in de problemen en nog meer in de armoede terecht. Ja, en een technologisch platform kan hier zeker bij helpen. Het doel van het technologisch platform is eigenlijk ervoor zorgen dat er een end-to-end online klantbeleving ontstaat. Dat er geen handmatige stappen meer in voorkomen. Je kunt daarbij denken aan het online registreren van een patiënt. Uiteindelijk het toekennen van zijn zorgverlening aan de persoon. Ze kunnen met hun mobiele telefoon zich registreren bij een ziekenhuis. Daar wordt gekeken welke producten er mogelijk zijn voor een patiënt. Uiteindelijk wordt daar online een factuur gemaakt en die wordt naar de verzekeraar gestuurd. Dit doen we omdat we een betrouwbaar healthcare-ecosysteem willen creëren. Je wil eigenlijk een kettingreactie starten. En dat begint bij het verlagen van de kosten. En met een dergelijk platform kan je 20-30% van de kosten verlagen in het gehele proces. Daar zie je ontstaan eigenlijk gezondere verzekeraars. En die zijn in staat betere en lagere premies aan te bieden aan de mensen. Waardoor het gros van de mensen ook een verzekeringsproduct zou aanschaffen. Dit heeft tot gevolg dat er meer geld in het totale systeem komt. En ziekenhuizen kunnen daardoor meer investeren. En dat heeft tot resultaat dat er een hogere kwaliteit in de zorg komt. Hogere kwaliteit in de zorg zorgt ervoor dat meer mensen vooraf willen betalen. Dit zorgt voor een opwaartse spiraal. En zorgt uiteindelijk voor een duurzaam zorgsysteem in de Afrikaanse landen. Het lijkt lastig om in landen zoals Nigeria en Kenia van afstand impact te maken. Maar dat is niet zo. Als je ervoor zorgt dat je een goed professioneel team in de landen zelf hebt zitten. En uiteindelijk in multidisciplinaire teams samenwerkt. Met dezelfde doelen en elke dag contact met elkaar hebt. Kunnen we echt opereren als een hecht en winnend team.